aan de beelden hoe erg het is als je daar doorheen moet. Het is net een flitskast waar je mee te maken hebt. En dat ding moet nog gaan draaien. Er moet een oplossing komen. Je kunt niet 1-2 dagen op ieder onbewogen dag, iedere ochtend daar last van hebben. Want dan kun je mensen gewoon niet meer werken. Het grootste frustratie is gewoon dat ik van tevoren, en dat is het vervelende van, we zitten al 30 jaar in de gemeente Deventer. We hebben heel goed contact met de gemeente Deventer. Die wethouder kennen we niet. En die wethouder gaat gewoon zonder overleg dit soort dingen doen. Terwijl die grond al gekocht is, bijna de bouwvergunning, alles. En niemand heeft ons daar geïnformeerd. En ik had dat ding kunnen spiegelen. En dat is mijn grootste frustratie. Daar had ik geen last van gehad. Daar had ik het zelf op pand gehad. Dan had niemand last van die windmolens gehad. En was iedereen blij geweest.